Welkom op deze feestelijke ochtend voor deze prijsuitreiking. Speciaal welkom ook aan de mensen die via de livestream deze uitreiking volgen. En natuurlijk een heel hartelijk welkom voor de laureaten. Professor Dr. Floris Cohen, hiervoor. Professor Dr. Dennis Dieks en Dr. Robert-Jan Wille. Mooi dat jullie hier zijn om deze prijs straks in ontvangst te nemen. Maar ook welkom aan professor Dr. Theo Kuipers, jurylid van de Langerhuizen-Baten. Marjan Scharlo, die zit daar, juryvoorzitter van de Langerhuizen-Oeuvreprijs. En ook een speciaal welkom aan dokter Ed van den Heuvel. Even kijken, dat is... Waar zit... Ja, kijk, die zit daar. Dat is de laureaat van de Langerhuizen-Oeuvreprijs 2023 voor de scheikunde. Dus heel leuk dat u er... Of sterrenkunde, sorry, ik zeg het fout. Fijn dat u er ook bent. Voor al degenen die hier nog nooit geweest zijn, in dit prachtige gebouw, zal ik een beetje toelichten wat de KHMW is. De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen is het oudste geleerde genootschap in Nederland, opgericht in 1752 door een aantal vooraanstaande Haarlemmers die in de tijd van de verlichting de wetenschap wilden bevorderen. En dat deden ze door prijsvragen uit te schrijven voor maatschappelijke vraagstukken waar de ontluikende wetenschap wellicht een antwoord op kon geven. En de prijswinnaars kregen dan een eremedaille van de KHMW. Zo is het hier begonnen in 1752. En prijzen uitreiken doen we nog steeds. Daarnaast hebben we ook in onze missie om een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij. En om dus ook de dialoog tussen wetenschap en maatschappij te bevorderen. Dus we organiseren ook debatten, lezingen, nou, allerlei bijeenkomsten voor onze leden. En de leden bestaan ook voor de helft uit hoogleraren, dus wetenschappers, en mensen uit het maatschappelijk veld, uit bedrijfsleven en publieke sector, om met elkaar ook dat debat en die dialoog te kunnen voeren. We zitten hier in het Hodsonhuis. Nou, u heeft al even kunnen rondkijken in de stijlkamers. Het Hodsonhuis is eind 18e eeuw gebouwd door Keetje Hodson, een hele jonge vrouw. Ze was toen 25. Had een enorm vermogen geërfd van haar ouders, was al jong wees geworden. En besloot op haar 25ste om een prachtig stadspaleis voor zichzelf te laten bouwen aan het Spaarne. Recht tegenover zat Pieter Tijlers. Iets verderop bij de Haarlemmerhout zat bankier Hopen, wat nu het provinciehuis is. En zij dacht, dat kan ik ook wel, zo'n mooi stadspaleis. Nou, het is er gelukt met hulp van Abraham van der Hart, de architect van die dagen. En dat is nog steeds terug te zien in de stijlkamers waar u net ook de koffie en thee hebt genoten. Deze aula, nou, iedere kenner weet, dit is niet echt eind 18e eeuwse stijl. Deze aula is in 1903 aangebouwd voor de Hollandse maatschappij, omdat de stijlkamers te klein waren voor de bijeenkomsten van de leden. En daarom is deze grote aula vervolgens door de KHMW aangebouwd. Want de KHMW heeft sinds 1841 het pand in gebruik. Dus na het overlijden van Keetje Hodson waren er nog wat tussenstappen en heeft de KHMW hier haar zetel gevestigd. Nou, dan heeft u een beetje context van waar u terecht bent gekomen vandaag voor deze feestelijke bijeenkomst. En ik geef heel graag het woord aan Ad IJzerman, onze secretaris, wetenschappelijk secretaris Natuur en Medische Wetenschappen, voor het toelichten verder van de prijs. Dankjewel, Linda. Ja, dat Pieter Langerhuizen Lambertus zo'n fonds, wij noemen het hier ook wel het PLLF, dat praat wat makkelijker, dat is ingesteld bij de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen in 1919, dus meer dan 100 jaar geleden. Maar die Pieter Langerhuizen Lambertus zoon, die leefde van 1839 tot 1918 en was een van de directeuren van de Hollandse Maatschappij. Je moet weten, er zijn vele directeuren, dat is iemand zegt, ik ben directeur van de Koninklijke Hollandse Maatschappij, dan moet je dat met een korreltje zout nemen. In het echte leven was hij burgemeester van Huizen en Bussum, ook nog lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland, maar ook kunstverzamelaar.
Voordat hij burgemeester werd, was hij 11e jaar student. En nu komt een lange zin. Aan de Koninklijke Academie voor de Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs, zo voor 's Lands Dienst als voor de Nijverheid en Kweekelingen voor de Handel. Gelukkig heet die instelling nu de TU Delft. Hij maakte zijn studie ook nog niet eens af. En misschien is dat niet echt een pre voor deze prijs, maar dat proberen we weg te moffelen in de annalen van de geschiedenis. Rijk was hij wel. Hij was de zoon van een Amsterdamse effectenhandelaar. En misschien ook dat het daarom was dat hij een fervent kunstverzamelaar was. Op zijn buiten Krailo in het Gooi had hij een museum met een verzameling schilderijen van meesters van de Haagse school, de school van Barbizon, maar ook tekeningen van oude meesters en bovendien een prachtige collectie blauw porselein. Hoe dan ook, ik stop hier met verder uit te wijden over hem. Hij stelde aan onze maatschappij een legaat van 125.000 gulden ter beschikking voor de bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek. In die tijd, en trouwens misschien nog wel, een zeer substantieel bedrag. Het legaat is ondergebracht in een fonds met zijn naam, waaruit jaarlijks, met ingang van 2020, naast een sinds de instelling bestaande onderzoeksbaten, ook een oeuvreprijs wordt uitgereikt. En beide prijzen worden toegekend in een terugkerende cyclus van vakgebieden en zijn gedoteerd met 25.000 euro elk. In 2023 waren baten en prijs bestemd voor wetenschappers in de sterrenkunde, dat hoorden we net al, en dit jaar voor het vakgebied van de filosofie en de geschiedenis der natuurwetenschappen. Maar allereerst gaan we over tot de uitreiking van de Langerhuizen Baten, de onderzoeksprijs. De jury voor deze baten, van dit jaar dus, bestond uit professor Karin Bijsterveld. Zij is hoogleraar wetenschap, technologie en moderne cultuur aan de Universiteit Maastricht. En professor Theo Kuipers, emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Professor Bijsterveld kan er vandaag helaas niet bij zijn, maar Theo Kuipers wel. En daarom vraag ik aan hem en aan prijswinnaar Robert-Jan Wille om naar voren te komen, waarna Theo de laudatio zal uitspreken. Juryrapport betreffende de baten uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds 2024 te besteden aan de bevordering van het onderzoek in de filosofie en geschiedenis van de natuurwetenschappen. Maar dat wist u wel. Het gekozen project is getiteld Tussen lucht en ruimte. De geopolitiek van de mesosfeer en de geboorte van de moderne aardsysteemwetenschap. Het is ingediend door Dr. Robert-Jan Wille, werkzaam aan de afdeling wetenschapsgeschiedenis en filosofie van het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht. Doel van dit onderzoek is een wetenschapshistorische studie naar de conceptualisering van de mesosfeer als een relatief onbekende laag in de hoge atmosfeer. En dat onderzoek in de context van de geopolitiek van halverwege de 20e eeuw. Welke wetenschappelijke, militaire en politieke belangen hebben in die de periode van de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog bijgedragen aan de totstandkoming en vervolgens de marginalisering van het onderzoek naar de mesosfeer als een luchtlaag. In het licht van recente pogingen om de mesosfeer met behulp van nieuwe instrumentatie alsnog beter te begrijpen, ook in relatie tot de huidige klimaatregime, is historisch onderzoek urgent. Door middel van archiefonderzoek in de Verenigde Staten, Scandinavië, Duitsland en Nederland beoogde de aanvrager een beknopte monografie over de mesosfeer tussen lucht en ruimte te schrijven voor een breed publiek. De baten
zal besteed worden aan een studentassistent en reis- en verblijfkosten van de aanvrager en die assistent. Het onderzoek dat Robert-Jan Wille gaat doen is origineel, spannend en interdisciplinair. Wille's internationale ervaring en zijn eerdere boeken bieden vertrouwen in een goede afloop. Het voorstel is heel toegankelijk geformuleerd en het archiefonderzoeksplan is gedetailleerd en adequaat. De jury verwacht dat het onderzoek, ook gezien de actualiteit van de klimaatproblematiek, een groot publiek zal aanspreken. Alles wat boven de aarde is, is onderwerp van studie. Dit is dan ook een onderwerp dat heel goed past bij de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Het gaat om de interactie tussen natuurwetenschap en geopolitiek. Urgenter kan het moeilijk worden. Namens Karin Wijsterveld en mij van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Dank Theo voor deze laudatio. Gefeliciteerd. Nu gaan we over tot het echte moment, de uitreiking van de prijs. En ik wil Linda vragen om ook naar voren te komen. Ga ik even kijken. We hebben hier een oorkonde. En we hebben een medaille. En als jij de oorkonde wilt geven. En... Oh, nou. In ieder geval een oorkonde. Ja. Dan is er een bord. Theo, kom erbij. Als, ja. Ja. Dank u wel. Presentatie over je onderzoek. Dames en heren, de meeste wetenschapshistorici zijn bekend met deze gravuren. En ook buiten ons vakgebied wordt het vaak gebruikt. Hier bijvoorbeeld als boekomslag bij Daniel Borstins, De Ontdekkers. Deze gravure moet de middeleeuwse denkwereld voorstellen met een pelgrim die aan het einde van de wereld zijn hoofd uit de ondermaanse wereld steekt en de hemel daarboven ziet. Dit beeld gaat niet alleen terug op christelijke gedachtes over een vurige hemel boven onze alledaagse lucht, maar ook verwijst het hier naar de antieke filosofie, waarin vaak een onderscheid werd gemaakt tussen twee sferen. De astronomische sfeer van de sterren en de minder perfecte sfeer van onregelmatige meteoren. Dat wil zeggen vallende sterren, wolken en regenbogen. De lucht was in de westerse cultuurgeschiedenis altijd in twee sferen verdeeld en die verschillen tussen die lagen zijn van groot cultureel belang. Dit plaatje illustreert dus twee zaken die ik dankzij de Langerhuizen Baten zal gaan onderzoeken. De cultuur- en wetenschapsgeschiedenis van het onderzoek van luchtlagen en de geschiedenis van een specifieke soort nieuwsgierigheid in maatschappelijke, culturele en politieke context. De nieuwsgierigheid en zoektocht naar onbekende gebieden verschuiven de grenzen tussen het weten en het nog niet weten. Maar pas op, die zoektocht is echter vaak minder mystiek dan dat ze wordt voorgesteld. De gravure illustreert namelijk nog een derde aspect. Het beeld zelf is namelijk niet middeleeuws. De eerste keer dat we het beeld tegenkomen is in het werk van de 19e-eeuwse astronoom, wetenschapspopularisator en science-fiction schrijver Camille Flammarion. Deze zogenaamde middeleeuwse gravure staat in zijn boek over de atmosfeer, het weer en de meteorologie uit 1880.
1888. Wel nu, we hebben hier dus misschien niet te maken met een tot diep in de tijd van Grieken en middeleeuwers teruggrijpende mystieke cultuur van nieuwsgierigheid, maar met een veel recentere, meer politieke geschiedenis van de atmosfeerwetenschap. Een recente geschiedenis die vandaag de dag nog grote sporen nalaat. Wat is die recente politieke geschiedenis? De laatste jaren heb ik dankzij een VENI van NBO onderzoek gedaan naar de opkomst van de lucht als onderzoeksdomein van een specifieke groep meteorologen, aerologen, die met vliegers en ballonnen werkten. Deze aerologen hadden aanvankelijk totaal niet het idee dat ze met hun instrumenten bezig waren de deuren van de hemel te bereiken. Deze aerologen maakten rond 1800 eerst aarzelend, maar rond 1900 ineens op grote schaal gebruik van deze vliegers en vooral ballonnen. Zowel bemand als onbemand, en dat laatste was een uitvinding uit 1893. Metingen van temperatuur, luchtdruk en vochtigheid leverden op hoogtes waar alleen onbemande ballonnen konden komen, zo rond 10 tot en met 12 kilometer, onverwacht afwijkende resultaten. Zogenaamde temperatuurinversies. In plaats van een steeds meer dalende temperatuur begon de temperatuur naarmate de ballonnen hoger kwamen op een gegeven moment plotseling en heel scherp steeds meer te stijgen. Eerst werd gedacht aan een verstoring van de instrumenten door straling van de zon. En dit had een klassieke casus kunnen zijn in de wetenschapsfilosofie, want wat bleek? Niet de instrumenten, maar de theoretische vooraannames bleken fout. Er waren geen 2, maar 3 lagen in de hemel. Er lag tussen de laag waarin het weer zich afspeelde en de ruimte nog een laag. In 1902 kondigden de Franse en Duitse meteorologen Léon Tesserin de Bohr en Richard Assmann de stratosfeer aan als nieuwe laag. Die begon ergens tussen de 10 en 15 kilometer. De ontdekking van de stratosfeer is door de revoluties van Einstein in de jaren erna volledig ondergesneeuwd geraakt in de geschiedenis van de natuurkunde. Maar de implicaties van deze geofysische ontdekking van Tesserin de Bohr en Assmann waren groot. Aan de ene kant was er nu een compacte troposfeer, de nieuwe naam voor de onderste atmosfeerlaag. Wetenschappers wisten nu waar het weer ophield en konden data gaan verzamelen over stormsystemen in de hele wereld. Ermee gaan rekenen en modelleren met slechts een dikte van meer dan 10 kilometer. Het volledig vertalen van die troposfeer naar modellen en ideale diagrammen had natuurlijk een gigantisch nut voor landbouw, scheepsvaart en vanaf 1910 ook de snel opkomende militaire en burgerluchtvaart. Aan de andere kant, er was nu ook een nieuwe onbekende factor. Wat voegde die stratosfeer nu toe aan het meteorologische onderzoek? Op grote hoogte waren er wolken boven de troposfeer, mogelijk door vulkaanas veroorzaakt, met andere patronen en snelheden. Sommige weerkaatsen zelfs zonlicht als het beneden al donker was geworden. Dat konden ze natuurlijk ook zonder ballon al zien. Ook die stratosfeer moest maar eens in kaart gebracht worden, al was het nut voor niet iedereen meteen duidelijk. Al had iemand als Alfred Wegener ideeën. Dat laat niet weg dat voor veel meteorologen hier een open, onbekende ruimte lag. En uit de koloniale 19e eeuw weten we inmiddels wat er gebeurt als in atlassen en diagrammen witte vlekken geproduceerd worden. Ik heb er voor de grap een draak aan toegevoegd als een tegenhanger van de vliegers in de troposfeer en omdat vliegers in het Duits drachen heten. En een bekende 19e eeuwse grap over middeleeuwse kaartenmakers is dat ze draken zouden toevoegen aan onbekende gebieden. Maar het toevoegen van mythische wezens gebeurt nog wel vaker. Ook nu nog, en dat zal ik aan het einde laten zien. Hoe dan ook, deze witte vlekken moesten snel mogelijk door echte kennis worden opgevuld. Naast de Scramble for Africa kwam er ook een Scramble for the Atmosphere. Mijn nieuw KHMAW-onderzoek naar de mesosfeer vloeit hieruit voort. Ten eerste, ik richt me ook in mijn nieuw onderzoek op de zoektocht naar het onbekende, niet zozeer als drijfje van individuele onderzoekers, maar ook als het product van een geopolitiek systeem. In 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, sprak Roosevelt's wetenschapsadviseur Vannevar Bush al over natuurwetenschappen als een endless frontier, altijd nieuwe grenzen producerend en verkennend. Truman's. Nieuwsgierigheid produceert echter niet alleen nieuwe wetenschapsfronten. Het is tegelijkertijd ook het gevolg van militaire fronten, van het oorlogsfront. Denk aan Oppenheimer's Manhattan Project en de atoombom. Nieuwsgierigheid is één ding, ervoor betaald worden is een tweede. En dat overkomt toch verdacht vaak de mensen die nieuwsgierig zijn naar dezelfde dingen als generaals.
Maar er was nog een front. Al vanaf de Eerste Wereldoorlog hadden meteorologen bedacht dat niet alleen wetenschap een front vormde in de schaduw van het militaire front. Zelfs natuurverschijnselen die ze bestudeerden kenden fronten. In 1919 muntte de Noor Willem Bjerknes al het concept van een polair front. De invloed van arctische luchtmassa's op het weer hier. Vandaag de dag praten we nog steeds over weerfronten. Bjerknes was beïnvloed door Duitse meteorologen die tijdens de Eerste Wereldoorlog een gigantisch oorlogssysteem van weerkundigen hadden opgezet om onder andere te weten welke tijdstip en welke kant gifgaswolken vanaf de Duitse loopgraven naar de Britten en Fransen toe zouden waaien. Elk front is eigenlijk altijd politiek. Een vorm van koloniserende politiek misschien. Een tweede connectie tussen mijn huidige onderzoek naar de troposfeer en de stratosfeer, mijn nieuwe onderzoek, is de rol van geopolitiek bij de totstandkoming van de atmosfeerwetenschappen. In mijn Veni-onderzoek keek ik naar het Duitse mini-statensysteem, een soort Europese Unie avant la lettre. Dit statensysteem produceerde als collectief van samenwerkende en concurrerende kleinstaten, van Pruisen tot Beieren, een koloniale campagne voor de verovering van de atmosfeer. Met weerballonnen, campagnes en expedities met marineschepen overal ter wereld, inclusief de Duitse koloniën, om daar de atmosfeer in kaart te brengen. Associaties dringen zich op met de latere ruimterace als gevolg van de Russische lancering van de Sputnik in 1957. En in mijn mesosfeeronderzoek de komende jaren zal ik laten zien hoe de Sputnik, arme Laika, en de ruimtewetenschap niet alleen verbonden waren met de geopolitieke strijd van de Koude Oorlog, maar ook rechtstreeks terug te voeren waren op het meteorologische Duitse weerballonnenonderzoek en de geopolitiek van de onbekende ruimte boven ons in de halve eeuw daarvoor. En dan doel ik niet zozeer dat nazi-raketingenieurs zoals Werner von Braun door operatie Paperclip naar de VS werden gehaald om het Amerikaanse raketprogramma op te tuigen, of dat het om een vergelijkbaar groot wetenschapsproject ging. Nee, dan bedoel ik dat het geofysische ruimteonderzoek van de Amerikanen, Russen, Europeanen letterlijk voortkwam uit het Duitse atmosfeeronderzoek. Zo werkte de stratosfeeronderzoek Erich Regener samen met Werner von Braun aan meteorologische instrumenten voor de bekende V2-raketten. Met als doel temperatuur en luchtdrukmetingen te doen in de luchtlagen boven de stratosfeer. Von Braun had natuurlijk ook andere doelen. Hoewel het Nazi-V2-programma werd afgebroken, werd al snel na de Tweede Wereldoorlog de Amerikanen, Europeanen, Zweden, Duitsers, Fransen, Nederlanders en Sovjets raketten ingezet om de hoge atmosfeer in kaart te brengen. Redelievende doelen natuurlijk. Het resultaat van het onderzoek was in eerste instantie de creatie van een nieuwe tussenruimte tussen de stratosfeer en de ruimte, de mesosfeer. De V2-raket was de eerste die deze laag tussen 50 en 80 kilometer wist te bereiken, om vervolgens door te vliegen naar het begin van de thermosfeer. Vanaf 80 kilometer tot zo'n 500 à 1000 kilometer. In 1945 muntte de Brit Sidney Chapman de naam mesosfeer voor de luchtlaag waarin de oplichtende nachtwolken zich bevinden en meteoren opbranden. En ook werd de naam thermosfeer bedacht voor de laag erboven, waarin het Noordpoollicht zich grotendeels bevindt. Tussen 1945 en 1957 investeerden met name de staat in het Arctische Noorden, Zweden, Noorwegen, de VS in Alaska en de Rus in Siberië in het in kaart brengen van die mesosfeer. Chapman was de president van het Internationale Geofysisch Jaar, een samenwerkingsproject tussen verschillende landen, ook de Sovjet-Unie en Amerika. Hij was geen meteoroloog, maar wiskundige en geofysicus en zag zijn wetenschap als aeronomie, een opvolger van de oude aerologie, met het meer exacte nomie in plaats van logie, meer astronomie dan meteorologie. Wat was die aeronomie voor een wetenschap? Deeltelijk misschien een gedoemde. Door de latere space race en het ontstaan van de ruimtewetenschap als nieuwe discipline werd het atmosfeeronderzoek en de aeronomie meteen overklast. De geopolitieke en strategische interesse verhuisde van de mesosfeer naar de wetenschap van de veel hogere luchtlagen, waar de luchtweerstand klein genoeg was om satellieten mogelijk te maken. Nog maar net ontdekt werd de mesosfeer meteen tot een soort van fly-through layer gedegradeerd. Een hemels Kansas of West Virginia. Een niemandslucht tussen twee wetenschapsfronten. Ik sluit af. In mijn komend onderzoek zal ik kijken in hoeverre de mesosfeer een kortstondige belangrijke rol in de wetenschap en beeldvorming heeft gespeeld tussen de Tweede Wereldoorlog
en de Sputnik-lancering. Hoe was de economie een product van de eerste decennia van de Koude Oorlog? In hoeverre speelde het nog niet weten een rol? In hoeverre werd er een soort ritueel van onwetendheid opgevoerd? Vandaag de dag wordt de mesosfeer nog steeds een onbekende sfeer genoemd. Bij de NASA spreekt ze zelfs over een ignorosfeer. Om dat nog maar eens aan te geven, vullen ze die op met mythische wezens. Met elfen en veeën. En de enige manier om de mesosfeer direct te bestuderen zijn nog steeds kortstondig de mesosfeer passerende raketten, die ze ook maar meteen in spoken hebben omgedoopt. GOES is overigens een hele geforceerde afkorting, zoals je op de slide ziet. De mesosfeer wordt vandaag de dag als een vergeten overgeslagen ruimte gezien. We hebben laag in het verleden geghost, zo lijkt het, om in moderne datingtaal te spreken. Explicieter dan ooit lijken we nu het bekende onbekende opnieuw te willen betoveren, alvorens we ze gaan inlijven met raketten. Of is de ruimte daarboven misschien gewoonweg te vervuild geraakt met dure satellieten? De mesosfeer is een ruimte waarin het niet weten lijkt te zijn gecultiveerd, mystiek gemaakt. Het resultaat van een bewust of onbewust halfslachtig kolonisatieproces. Ik wil meer weten over die precieze mechanismen. Dat verrijkt ook het onderzoek naar onder andere wetenschappelijke onvoltooide kolonisatieprocessen als die naar Mars, de diepzee of het middelste van de aarde. De komende jaren wil ik deze mystiek gemaakte mesosfeer in de context van de geopolitieke geschiedenis plaatsen. Daarvoor moet ik of maar wel weer op, afreizen naar archieven en raketbasis in Scandinavië, Duitsland en de VS. Ja. Sacrifices. Om ook mijn eigen onderzoek een beetje toverachtig te maken, heb ik OpenArt AI gevraagd mij een embleem te maken in de stijl van Flammarion, over onbekend terrein gesproken. Enfin, ik wil de jury en het KMW-bestuur ontzettend bedanken voor het mogelijk maken van dit onderzoek. Ook mijn collega's van het Freudenthal-instituut, in bijzonder David Baneke, en natuurlijk mijn familie en vrienden die me altijd steunen op verre avonturen naar het onbekende bekende en het bekende onbekende. Dank u wel. Dankjewel, Robert-Jan. En ja, heel veel succes op die reizen waar je je opoffert voor de wetenschap. En we horen graag hoe het afloopt. En misschien bericht je ons nog eens wat de uitkomsten zijn. Vast. Uitstekend. Ja, dan is dit het moment om switch gears, zeggen de Amerikanen, naar de Langehuizen Oeuvreprijs over te gaan. En die wordt vandaag, misschien al geteld, voor de vijfde keer uitgereikt. En dit jaar, geen wonder, filosofie en geschiedenis van de natuurwetenschappen. En de jury voor de Oeuvreprijs bestond uit professor Johan van Bentum, emeritus universiteitshoogleraar logica aan de Universiteit van Amsterdam. Professor Lodi Nauta, hoogleraar geschiedenis van de filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En professor Peter Paul Verbeek, rector magnificus en hoogleraar filosofie en ethiek van de wetenschap en technologie aan de Universiteit van Amsterdam. Helaas kunnen de juryleden er vandaag niet bij zijn, maar wie er vandaag wel is, is de juryvoorzitter, Dr. Anders Marjan Scharlo, oud-directeur van Tijlers Museum en maatschappelijk lid van de KHMW. En zij zal zometeen het juryrapport voorlezen. De prijs wordt dit jaar gedeeld door twee laureaten. Professor Dennis Dieks, die door noodlottig geluk aanwezig kan zijn. Hij zou op reis zijn naar Amerika, misschien vertelt hij er straks nog meer over, maar door allerlei omstandigheden is hij hier. Hij is emeritus hoogleraar grondslagen van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. En professor Floris Cohen, emeritus hoogleraar vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschappen, ook aan de Universiteit Utrecht. En zij ontvangen elk, als u daarover twijfelde, de helft van het prijzengeld, oftewel €12.500 per persoon. En de reden voor dit besluit wordt toegelicht in het juryrapport. En daarom vraag ik aan Dennis Dieks, Floris Cohen en Marjan Scharlo om naar voren te komen. En dan spreekt Marjan Scharlo de laudatio uit. Marjan, Floris en Dennis. Beste Dennis Dieks, beste Floris Cohen, beste familieleden, vrienden, collega's en geïnteresseerden,
Het is een grote eer om vandaag de juryrapport te mogen voorlezen namens de juryleden, de wetenschappelijke juryleden die hier niet aanwezig konden zijn. Ik sta dus eigenlijk in hele grote schoenen u dat verhaal te doen. De jury was onder de indruk van de nominaties en realiseerde zich op tijd dat geschiedenis en filosofie twee verschillende disciplines zijn. En kwam al snel tot de conclusie dat er eerder twee winnaars dan één moesten zijn. En daarom werd besloten om de prijs ex aequo toe te kennen en wel aan professor Dennis Dieks voor de filosofie en aan professor Floris Cohen voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en beide verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ik begin met professor Dennis Dieks. Professor Dennis Dieks studeerde theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1981 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift Studies in the Foundations of Physics. Van 1993 tot 2014 was hij in Utrecht gewoon hoogleraar in de filosofie en grondslagen van de natuurwetenschappen. Dieks is lid van prestigieuze genootschappen zoals de KNAW en de Académie Internationale de Philosophie des Sciences. Tevens was hij redacteur van gerenommeerde internationale tijdschriften zoals Foundations of Physics, Entropy en Studies in the History and Philosophy of Modern Physics, als medebestuurslid in tal van Europese organisaties op zijn vakgebied. Dieks was voorts de grondlegger en vervolgens 20 jaar lang de directeur van het Utrechtse Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Wetenschap, IGG, de voorganger van het huidige Descartes Centrum. En hij maakte het IGG in die periode tot een internationaal toonaangevend centrum voor wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis. Tegelijkertijd was hij vele jaren inspirerend en toegewijd docent en promotiebegeleider en diverse van zijn getalenteerde leerlingen bepalen thans zelf als hoogleraren het gezicht van het vakgebied in Nederland. Dieks' internationale faam berust op een aantal bijdragen van erkend en blijvend belang. De eerste is zijn bewijs van de no-cloning theorem in de kwantummechanica, Communication by EPR Devices uit 1982, die zegt dat het systematisch dupliceren van een onbekende kwantumtoestand onmogelijk is en zelfs met gebruik van verstrengelde toestanden. Excuses, ik weet niet precies wat dit betekent, maar ik lees het graag voor. Dit originele resultaat is nog steeds een belangrijke pijler van de moderne kwantuminformatietheorie en van de theorie van de kwantumberekeningen. Ook later bleek Dieks gestaag belangrijke bijdrage leveren aan de grondslagen van de kwantummechanica, bijvoorbeeld door zijn ontdekken van een invloedrijk criterium voor onderscheidbaarheid van kwantumtoestanden. Dieks is ook sinds de jaren 80 een der architecten van de zogenaamde modale interpretatie van de kwantumfysica, een alternatief voor de tot die tijd heersende Kopenhaagse interpretatie van Bohr en Heisenberg en de Many Worlds interpretatie van Everett dat nog steeds terugkeert in de moderne discussies. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol door zijn meer recente publicaties rond 2017 over nog steeds brandende grondslagenkwesties zoals het verborgen variabelendebat over de relatie tussen kwantummechanica en klassieke mechanica. Hier wordt algemeen erkend dat Dieks een nieuwe standaard heeft gezet voor helderheid en nuchterheid. Naast de kwantummechanica heeft Dieks ook belangrijke conceptuele bijdragen geleverd aan de interpretatie van de relativiteitstheorie, aan de filosofie van ruimte en tijd en in zaken de rol van waarschijnlijkheid in de natuurwetenschappen. Tegelijkertijd is Dieks ook een algemeen wetenschapsfilosoof die belangrijke bijdragen levert aan moderne wijsgerige debatten, zoals dat tussen realisme en antirealisme in zaken het werkelijkheidsgehalte van wetenschappelijke theorieën. Dieks perspectivisch realisme, ontwikkeld in een lange reeks publicaties, doet recht aan de kwantumfysica en staat toe dat kwantumobjecten vanuit verschillende fysisch gedefinieerde perspectieven incompatibele, maar niettemin objectieve eigenschappen bezitten. Dit zeer actuele werk is een schoolvoorbeeld van de combinatie van filosofische sensibiliteit en wetenschappelijke onderbouwing waar Dieks' internationale reputatie op berust.
Een ander origineel thema in Dieksviet's filosofische werk is de vraag in hoeverre de wetenschap naast loutere beschrijving begrip van de werkelijkheid kan ontwikkelen. Deze richtinggevende vraag voor de filosofie en de geschiedenis der wetenschappen, die velen voor vaag en subjectief hielden, wordt in Dieks' analyse zinvol beantwoord. Dennis Dieks is dan ook een waardige en buitengewoon aansprekende laureaat van de KNHMW Langerhuizen Oeuvreprijs 2024. Ik ga nu over naar Floris Cohen. Professor Floris Cohen is een wetenschapshistoricus die op zeldzame hoogte staat. Hij is een auteur die de grote vragen niet schuwt en tegelijkertijd veel waarde hecht aan het populariseren van zijn vakgebied en het bereiken van een groot publiek. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1974 op een studie naar de vernieuwing van het socialisme in het interbellum. Best een spannende overgang naar wetenschapsgeschiedenis, zou ik denken. Direct na zijn promotie richtte hij zich echter op de wetenschapsgeschiedenis, waarbinnen hij een zeer uitgesproken positie heeft ontwikkeld, die hem vermaard heeft gemaakt en die sommigen ook tegen de haren instrijkt. De inspiratie daartoe kwam van de Utrechtse hoogleraar Reijer Hooikaas. Cohen's eerste wetenschapshistorische werk was Quantifying Music in 1984, een nog altijd gezaghebbende studie van de revolutionaire ontwikkelingen in de muziekleer in de 16e en 17e eeuw. Toen dit boek verscheen, was Cohen hoogleraar wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Twente. En de oratie waarmee hij al daar in 1983 zijn ambt aanvaarde, over de aard en oorzaken van de 17e eeuwse wetenschapsrevolutie, zette een onderzoeksprogramma uiteen dat hij gedurende de rest van zijn loopbaan heeft uitgevoerd. Cohen's werk richt zich bij uitstek op de wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw. Vertrekpunt is de gedachte dat deze een essentiële factor was in het ontstaan van het idee van wetenschap. Hierdoor was de wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw ook verantwoordelijk voor het ontstaan van een specifiek moderne manier van denken, die onze samenleving nog steeds in hoge mate bepaalt. Omdat wetenschap ten grondslag ligt aan de moderniteit, is het van groot belang om zowel de aard als de oorzaken van de wetenschappelijke revolutie nader te onderzoeken. Dat deed Cohen in twee lijvige standaardwerken, The Scientific Revolution, Historiographical Inquiry in 1994, en How Modern Science Came into the World uit 2010. Naast vele artikelen in tijdschriften, een biografie van Newton en een in veel talen vertaalde populaire samenvatting van zijn academische positie, De Herschepping van de Wereld 2008, onder meer vertaald als The Rise of Modern Science Explained in 2015. In Cohen's werk speelt een aantal kernvragen de hoofdrol. Hoe kunnen we de wetenschappelijke revolutie precies beschrijven? Wat zijn de verbindende concepten die in deze periode een rol speelden? En waarom vond deze revolutie plaats op een specifiek moment in de geschiedenis en op een specifieke plek? Hij reconstrueert de geschiedenis van de wetenschappen aan de aard van twee ideaaltypische vormen. Athene, het bouwen van een omvattende filosofische systeem waarmee natuurverschijnselen verklaard kunnen worden. En Alexandrië, de wiskundige analyse en beschrijving van natuurverschijnselen, die hij nader onderzoekt en met elkaar in verband brengt, waarmee hij zelf ook in zijn eigen onderzoek deze verbinding van Athene en Alexandrië in praktijk brengt. Cohen verzet zich in zijn historiografie sterk tegen de gedachte dat de wetenschappelijke revolutie toevallig is ontstaan. Voor wetenschapsrelativisme is in zijn denkwereld geen plaats. Hij gebruikt dan ook graag woorden die het tegendeel van relativisme uitdrukken. In de titel van zijn Newton-biografie spreekt hij bijvoorbeeld over het ware weten. En in de inleiding ervan stelt hij dat Newtons vorm van wetenschapsbeoefening het mogelijk maakt om iets spijkerhard vast te nagelen. Cohen is zich daarbij zeer volledig bewust van het mogelijkerwijs controversiële karakter van zijn formuleringen en anticipeert zelfs al op de discussie die erover zou kunnen ontstaan.
Naast zijn eigen wetenschappelijk werk was Cohen gedurende lange tijd de hoofdredacteur van ISIS, het belangrijkste tijdschrift op het gebied van wetenschapsgeschiedenis. Dat de thuisbasis van ISIS na meer dan 100 jaar Noord-Amerika naar Europa en in het bijzonder naar Utrecht verhuisde, is in hoge mate te danken aan het vertrouwen dat de wetenschappelijke gemeenschap had in het leiderschap van Floris Cohen. De Universiteit Gent heeft hem hiervoor geëerd door hem in 2021-22 de Sarton Chair en de Sarton Medal aan te bieden, een leerstoel en een onderscheiding vernoemd naar de oprichter van ISIS, George Sarton. Floris Cohen richt zich in zijn boeken ook tot een breed publiek. Daar slaagt hij zeer goed in, door zijn fraaie stijl die helderheid en toegankelijkheid combineert met diepgang en analyse. In zijn Nederlandstalige boeken stelt hij brede maatschappelijk relevante vragen aan de orde die voortkomen uit zijn historisch onderzoek. De vragen betreffen bijvoorbeeld de rol van de geesteswetenschappen in de samenleving en de verhouding tussen wetenschap en religie en de rol en de structuur van de universiteit. Zijn blauwdruk voor de ideale universiteit uit 2020 is zeer breed gelezen en schetst precies de contouren van de wetenschap waarvan hij het ontstaan zo nauwkeurig heeft onderzocht en waarvan hij de waarde gedurende zijn hele loopbaan zo vurig heeft verdedigd. Floris Cohen is dan ook een waardige en zeer welverdiende laureaat van de KHMW Langehuizen Oeuvreprijs 2024. Dankjewel, Marjan. Het heilige moment, de uitreiking van een medaille, een oorkonde en een bos bloemen. Maar ik zit te denken, u hebt twee handen voor drie aspecten van deze prijs. Dus laten we de bloemen even staan, maar ze zijn voor u. We hebben wel de oorkondes en de medailles. Linda, jij de medailles. Dennis, als jij als eerste je werk zou willen toelichten. Ja. Ja. Wel, ik ben heel blij hier vandaag te kunnen staan. De hele tijd heeft het erop geleken dat dat niet mogelijk zou zijn, want inderdaad zou ik op reis zijn. Er werd net gesproken over drie handen die nuttig zouden zijn. Maar in werkelijkheid heb ik er maar één. Want ik heb twee weken geleden mijn pols gebroken. En deze is niet helemaal in orde nog, maar dat gaat goed komen. Maar, dus het is een geluk bij een ongeluk dat ik hier kan zijn. Ik dank de jury voor de bijzonder lovende, vriendelijke woorden. Misschien een beetje te veel eer. Maar ik ben er heel dankbaar voor. Ik dank ook de collega's die mij voorgesteld hebben. En ik wil ook graag het thuisfront bedanken, mijn vrouw Ingrid, die mij altijd met rust heeft gelaten in mijn ivoren torentje, waarin ik mij graag terugtrek op een andere verdieping in het huis, zodat verder niemand last van mij heeft. En wat doe ik daar dan in dat ivoren torentje? Ik ben al 10 jaar met emeritaat en doe mijn werkzaamheden thuis. Vroeger zat ik natuurlijk netjes daar in de uithof te werken. Ik wijd mij aan de grondslagen en de filosofie van de natuurwetenschappen. En als ik natuurwetenschappen zeg, dan denk ik eigenlijk zelf in de eerste plaats altijd aan natuurkunde, want dat is mijn achtergrond. Ik heb theoretische natuurkunde gestudeerd, zoals zo even werd vermeld. Maar gaandeweg ben ik me ook steeds meer gaan interesseren in algemenere kwesties, wetenschapsfilosofische kwesties, die soms een bereik hebben dat ver buiten de natuurkunde uitgaat. Maar goed, ik concentreer me vandaag op de grondslagen en filosofie van de natuurkunde.
dat zijn twee verschillende componenten. Als ik zeg grondzakken van de natuurkunde, dan bedoel ik in de eerste plaats nogal technische overwegingen die te maken hebben met de structuur van natuurkundige theorieën. En die natuurkundige theorieën zijn in wiskundige vorm gegoten. Ik heb het over moderne theorieën. Ik ben geen echte historicus, hoewel soms historische elementen een rol spelen in mijn werk. Maar ik concentreer me op de natuurkunde van de 20e, zelfs de 21e eeuw, een klein beetje de 19e eeuw. En de theorieën die je daar aantreft, die zijn wiskundig van aard, wiskundig geformuleerd. En dat levert al meteen vragen omtrent hun structuur. Zijn ze consistent? Wat is de wiskundige vorm ervan? Hoe verhouden ze zich tot de andere theorieën? En bij de filosofie van de natuurkunde denk ik aan wat algemenere kwesties. Ik zal mijn bril opzetten om te lezen wat ik hier geschreven heb. Dus dingen als, wat is de natuurwetenschappelijke methode? Hoe ga je te werk in de natuurwetenschap om kennis te verwerven? Hoe zeker is die kennis? Kun je erop vertrouwen? En dan een belangrijke vraag die al even ter sprake kwam in het juryrapport. Wat is eigenlijk de status van natuurwetenschappelijke theorieën? Is de bedoeling dat ze een beeld geven van de wereld, ook voor zover die niet waarneembaar is? Dat is eigenlijk een tamelijk common sense gedachte. Natuurkunde gaat over atomen, moleculen, quarks, en superstrings, hele kleine deeltjes. En als je daar op die manier zo over praat, dan denk je, dat gaat over dingen die daar echt bestaan, net zoals de microfoon die vorm of de glazen daar op tafel. Dat is het idee van het wetenschappelijk realisme, waar ik straks op terug zal komen. Maar daar is een zekere controverse over. Daar zijn verschillende standpunten over mogelijk. Je kunt ook denken dat natuurwetenschappelijke theorieën eigenlijk maar één hoofdfunctie hebben. En dat is het leveren van nieuwe voorspellingen op het niveau van het waarneembare. En dat al die termen zoals atoom, molecuul enzovoort, dat eigenlijk maar meer een soort van mentale werktuigen zijn waarmee je tot die voorspellingen komt. Nou, zou ik de volgende erop drukken, waarschijnlijk. Ja. Nou, wat een belangrijk punt is in datgene wat ik u nu ga vertellen, is dat deze zuiver technische overwegingen, nogal wiskundig van aard, en de meer algemeen filosofische overwegingen op elkaar ingrijpen en elkaar inspireren. En er is nog een ander punt wat heel belangrijk is voor het vakgebied, denk ik. En dat is dat hoewel, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, de motivatie veelal filosofisch, of in ieder geval zuiver wetenschappelijk is, dat het toch vaak blijkt dat het werk wat daaruit voortkomt praktische toepassing heeft. En voor de gewone praktische natuurkunde, hè, als ik mezelf met als grondzaagonderzoeker en filosoof natuurlijk een beetje verder afzet van de gewone praktijk van natuurkunde, dan blijkt dat de uitkomsten van het werk toch van belang te zijn voor de praktijk van het natuurkundig onderzoek. Zelfs als je aan heel directe toepassingen denkt, bijna in de keukenapparatuur. En dat wil ik toelichten met drie voorbeelden vandaag. In de eerste plaats het no-cloning-theorem, de stelling, die ook al even in het juryrapport werd genoemd. Dat is mijn, wel onbescheiden mag zijn, beroemdste werk. Het is een artikel van slechts één, of dan misschien anderhalve pagina. Maar het blijkt, nou, we zullen straks zien, het blijkt tamelijk belangrijk te zijn. Dan die interpretatie van de kwantummechanica, ook een spannend onderwerp. En tenslotte dat realisme debat, dat is dus de meer filosofische kwestie waar ik het zo even al over had. Nou, dat no-cloning-theorema. Ja. Een klein beetje de technische kant in, maar niet al te diep. Dat vindt de gedachte, het werk wat ik eraan gedaan heb, dat vindt zijn oorsprong in een experiment uit 1935, dat voorgesteld werd, een gedachte-experiment eigenlijk, dat voorgesteld werd door Einstein, Podolsky en Rose. En we hoeven ons niet in de details te gaan verdiepen. De hoofdlijn is als volgt. Er zijn twee experimentatoren. En in de natuurkundige literatuur hebben die de naam Alice en Bob gekregen. Die staan op grote afstand van elkaar. En die hebben elk te maken met één
deeltje dat op ze afkomt. Denkt u maar aan een elektron of een atoom, een klein deeltje. Dat bevindt zich in hun omgeving. Maar die twee deeltjes, die dus ver van elkaar zijn, op die twee ver van elkaar verwijderde punten, die komen uit één bron. In dat plaatje is dat de source, die staat daar in het midden. En nu moet u ook nog het volgende weten. Het zijn geen deeltjes zoals biljartballen, het zijn kwantumdeeltjes. En de toestand waarin het gehele systeem zich bevindt, met het systeem bedoel ik die twee deeltjes, dat is een verstrengelde toestand. Dat is een entangled state. Ik kan nu even niet uitleggen, niet zo 1, 2, 3 uitleggen wat dat is, maar het heeft één heel bijzonder eigenschap. Ik lepel hier gewoon een stukje kwantummechanica op. En die eigenschap is het volgende. Die deeltjes hebben geen eigenschappen, geen welbepaalde eigenschappen, voordat er aan gemeten wordt. Laten we aannemen dat je aan zo'n deeltje kunt vragen, wat voor kleur heb je? En dat er twee mogelijke antwoorden zijn, rood en groen. Nou, als je aan een klassiek deeltje denkt, dan is het deeltje gekleurd, heeft een bepaalde kleur, dat is of rood of groen. Maar in de kwantummechanica is het zo dat je systemen kunt hebben of situaties kunt hebben waarin dat onbepaald is tot het moment waarop je gaat kijken. Je vraagt dan aan het deeltje, wat voor kleur heb je? En dan zegt het, je moet natuurlijk een meting doen met een van de apparaten, ik praat er een beetje beeldend over. Het deeltje zegt tegen je, ik ben rood. Nou, dat is dan een wel bepaald resultaat, maar vlak voordat je die meting deed en die vraag stelde, was dat feit nog niet aanwezig. Maar nu komt het zeer bijzondere. Er kan een correlatie bestaan tussen die twee deeltjes die op grote afstand van elkaar bestaan, zodanig dat als ik hier rood vind, dus Alice, laten we zeggen dat ik Alice ben, heel vreemd zou dat zijn, maar als Alice rood vindt, dan vindt Bob zeker, als hij gaat kijken, die vindt de complementaire kleur groen. En andersom, als ik groen vind, vindt die rood. Maar het is dus niet zo dat die kleuren er al waren van tevoren. Nou, dus het lijkt erop dat hier een soort van invloed, sneller dan het licht, zich voorplant van links naar rechts tussen die twee waarnemers. Want er was eerst iets volkomen onbepaalds. En zodra je die meting verricht, worden dingen bepaald. Maar wat rechts bepaald wordt, hangt af van wat links bepaald wordt. Hè? Dus daar. Je kunt er wat verder over theoretiseren, maar de suggestie wordt in ieder geval gewekt dat hier een, wat ze dat noemen, dat dit een geval is van superluminale communicatie. En dat zou heel problematisch zijn, want de relativiteitstheorie zegt dat dat niet kan. Je kunt niet boodschappen sneller dan het licht overbrengen. Maar we zijn hier niet met relativiteitstheorie bezig, we zijn hier met kwantummechanica bezig. En dit is dus een voorbeeld waarbij je eigenlijk de verhouding tussen twee verschillende theorieën ter discussie stelt. Er is eigenlijk bij voorbaat, op voorhand, is er niet te verwachten dat die kwantummechanica zich iets aantrekt van de relativiteitstheorie. Toch is het vreemd dat de theorie op zo'n gemakkelijke manier die superluminale communicatie tot stand brengt. Nou, zit er iets ingebouwd in de kwantummechanica waarbij dat niet zo eenvoudig is? Daar wil ik ook verder niet op ingaan. Als je gewoon dat één keer zo doet, de linkse meting en rechtse meting, dan is het onmogelijk aan de rechterkant uit te vinden wat links gebeurd is. Maar stel nu eens dat het mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld, laten we zeggen, Bob, om het systeem waarbij hij binnenkomt te vermenigvuldigen, te klonen, zoals we dan zeggen, dan zou dat wel mogelijk worden. En dus in een ver verleden, ik spreek hier over het begin jaren 80, vroeg ik mij af, maar zou dat kunnen? Dat is dus een zuiver, ja, een vraag die te maken heeft met hoe zitten die theorieën in elkaar, hoe verhouden verschillende theorieën zich tot elkaar. Het wordt gedreven door een soort van intellectuele nieuwsgierigheid. En ik ben toen in geslaagd te bewijzen. Als je eenmaal de goede vraag hebt, zijn de bewijzen meestal ook eenvoudig. Ik ben er toen in geslaagd te bewijzen dat klonen niet kan. En dat dus die superluminale communicatie op deze manier, dat is gewoon een wiskundig bewijsje. Dat bestaat de anderhalf pagina of zo, zoals ik al vertelde. En die superluminale communicatie kan dus niet. En dat wijst erop, en ik denk er nog steeds over om daar nog eens wat verder over na te denken en wellicht te publiceren,
dat die kwantummechanica eigenlijk een soort iets in zich heeft om die relativiteitstheorie te beschermen. Terwijl ze uit totaal verschillende hoeken van de theorievorming komen. Maar ze lijken dus op een bepaalde manier toch op elkaar afgestemd. Hè? Dus de kwantummechanica beschermt fundamentele principes van de relativiteitstheorie hier. En dat, nou, daar kun je over filosoferen, daar heb ik wel bepaalde gedachten over. Maar die zal ik niet op dit moment niet met u delen. Ik schreef dat artikeltje, dus de referentie hier staat er. Het is uit 1982, dus dat ondertussen een ver verleden. En ging over tot de orde van de dag. Maar toen bleek na een tijdje, uiteindelijk door mijn eigen verbazing, dat artikeltje veel geciteerd werd. Helemaal niet door filosofen en mensen die geïnteresseerd waren in de relatie tussen relativiteitstheorie en kwantummechanica. Maar mensen die met heel gewone alledaagse natuurkunde bezig waren. Want het blijkt dat dit resultaat een hoeksteen is geworden. Dat bleek toen een hoeksteen te worden. Het was toen nog in statu nascendi. Van een heel nieuw veld, de quantum informatica. En dit zogenaamde no-cloning-theorema, dat speelt een belangrijke rol. Ja, bij hele bijna dagelijkse toepassingen. Bijvoorbeeld het contact dat u heeft met uw bank, als het via internet gaat, dan wilt u graag dat u kunt communiceren zonder dat iemand die verbinding dupliceert. En zonder dat jij het merkt dus. Hè, en daar iets mee kan gaan doen. En door dat no-cloning-theorema zijn er methoden, die moeten dan van kwantummechanica gebruik maken, om die verbindingen, hè, met financiële instellingen bijvoorbeeld, zo te versleutelen dat dit onmogelijk wordt. Dus dat is één praktische toepassing. Er zijn andere praktische toepassingen. Quantum computing, iets waar velen van u van gehoord zullen hebben. Daar speelt dit ook een rol. Quantum teleportatie, nou, dat wordt een beetje science fiction-achtig. Ik zou er graag over praten, maar de gelegenheid is, dit is niet de gelegenheid. Maar het punt wat ik wil maken is eigenlijk dat dit dus een typisch voorbeeld van ivoren torenwerk is. Dat dan een offspin, hè, om het maar eens modieus te zeggen, blijkt te hebben, op een totaal ander gebied. En ik was er zelf door verrast dat die mogelijke toepassingen er waren. Mijn tweede voorbeeld is die zogenaamde modale interpretatie van de kwantummechanica. En die heeft met het volgende te maken. In die kwantummechanica is er iets vreemds aan de hand. Er zit een onbepaaldheid, onzekerheid in fysische systemen, bijvoorbeeld in deeltjes waaraan je metingen doet. Laten we weer zo'n elektron nemen. Het is heel gewoon in de kwantummechanica een situatie aan te treffen waarin het elektron zich over in een heel groot gebied zou kunnen zijn. Dat wil zeggen, als je meting doet, dan vind je hem ergens in dat gebied. En net zoals wat ik zo even al benadrukte, vlak voordat je die meting gaat doen, is dat nog niet bepaald? Is het niet zo dat dat ding, hè, dat elektron, ergens is? Pas als je de meting doet, wordt die waarde, die precieze locatie in dit geval, gerealiseerd. En dat, op technisch vlak gesproken, als je een beetje technisch over praat, dan is dat een illustratie van de zogenaamde instorting van het golfpakket bij een meting. Dus je hebt een toestand, die zegt wat dat elektron is, wat het kan doen. Dat is een groot uitgebreid ding. Op het moment dat je meting doet, schrompelt dat ineen tot één enkel punt. Dan namelijk het meetpunt dat je vindt. Het golfpakket, of de golffunctie, stort dus in tot een heel klein gebiedje. En daar zit iets heel raars in. Want wat is nou zo bijzonder aan de meting? Er zijn voortdurend interacties tussen systemen. En je zou zeggen, een meting is gewoon maar één interactie tussen velen. Een meting is een meetapparaat dat je inzet, of ikzelf, maar laten we een meetapparaat nemen. Nou, dat heeft een bepaalde wisselwerking met dat systeem. Het is onaannemelijk dat in al die wisselwerkingen die er zijn in de natuur, heel bepaalde uitgezonderd zijn en dan een bijzondere werking zouden hebben op die evolutie van dat golfpakket. Dus het zou veel mooier zijn, om maar een esthetisch element ook in te brengen, als je dat allemaal onder één noemer kon brengen. En dat was eigenlijk mijn aanleiding om hier me in te verdiepen. Om te denken van als we nou van die instorting van het golfpakket eens af konden zijn. En alleen maar die technische term, unitaire ontwikkeling, de normale ontwikkeling te hebben die je elders vindt. Dat is het idee van die modale interpretatie.
En wat je dan krijgt, nou hier heb ik een illustratie. Het is een beetje een cliché. Maar hier zie je ook die onbepaaldheid. Hè? Dus het is die kat van Schrödinger, die in een ruimte zit ingesloten, opgesloten. En in die ruimte bevindt zich een helse machine, maar van kwantummechanische aard. En in de kwantummechanica, zoals u weet, zijn dingen onbepaald tot het moment dat er gemeten wordt. Dus stel dat er ook een kat is en die kijkt naar de uitkomst van het kwantummechanisch proces dat daar plaatsvindt. En er is een onbepaaldheid in dit geval onbepaaldheid van is een flesje met gif opengegaan of niet. De kwantummechanica beschrijft dan die beide mogelijkheden bij elkaar in wat dan heet een superpositie. Net zoiets als het elektron dat zich overal kon bevinden. Pas op het moment dat je kijkt, realiseert dat zich op één plek. En hier is het zo, het flesje, ik moet niet zeggen, hoewel het voor de hand ligt om te zeggen, het kan nog open of dicht zijn. Nee, het is in een speciale kwantumtoestand waarin die twee mogelijkheden er altijd in zitten. Maar het is nog het een, nog het ander. Maar als je gaat kijken, dan wordt één van beide mogelijkheden gerealiseerd. Maar het is heel gek dat zou gebeuren, zeg maar pas op het niveau van die kat en niet al eerder. Of andersom geredeneerd. En je kunt ook nog een observer, zoals ik daar, een waarnemer, zoals ik daar heb gedaan, van de buitenaf naar laten kijken. Zo gaat het meestal al in die verhalen. Dan zeggen ze, die kat, die raakt ook in superpositie, zoals die getekend. Vreemd. Eigenlijk al die gedachten. Dan zou die kat niet als een volwaardig meetinstrument gelden. Alleen die uitwendige waarnemer, die mens, dat maakt het verhaal nog raarder. En pas dus als die uitwendige externe waarnemer zou gaan kijken, volgens het standaardverhaal, dan wordt de kat of dood of leven. Nou, dat is natuurlijk een heel gek verhaal. Het is veel aannemelijker om te zeggen van die superpositie, die is er gewoon altijd. Er is helemaal niks speciaals met metingen. We moeten alleen de juiste interpretatie geven van die superpositie. En dat is wat die modale interpretatie probeert te doen. Het voorschrift wat daaraan vastzit is dat als je in die kamer bent en je bent dus beschreven door superpositie, is het toch voor jou alsof, zeg ik maar daar zou mensen mij op kunnen aanvallen, maar dan wil ik niet altijd subtiel gaan wezen op dit moment. Dan zie je of de ene is toestand of de andere, ondanks dat die superpositie is. Dus het is een andere interpretatie van die superpositie. Dat is het idee van de modale interpretatie. Altijd dus superposities. Die worden dus de norm. Er zijn nooit instortingen van de golffunctie. En desondanks is er een kat die of dood is of leeft. Maar we hoeven helemaal geen katten erbij te hebben. Hoor. Je zou het hele experiment ook kunnen doen met een tafel die links staat of rechts staat en zo. En dan staat de tafel of links of rechts. Maar nou zit er één rare consequentie aan deze interpretatie. Al die interpretaties hebben rare dingen, maar deze interpretatie heeft dus dit rare aspect. Dat weliswaar voor de kat binnen, maar je zou ook een menselijke waarnemer binnen kunnen hebben, er een wel bepaalde situaties die hij ziet, die aantreft. Maar voor een waarnemer van buiten is het toch nog aantoonbaar dat daar die superpositie is. Dat is allemaal wel erg technisch, hè? Maar voor die waarnemer erbuiten is het toch aantoonbaar dat er een superpositie is. En dat leidt tot wat dan in de meer filosofische literatuur hierover genoemd wordt, een perspectivalisme. Het maakt uit van wie naar de situatie kijkt, hoe je de situatie moet beschrijven. Dus voor de interne waarnemer in de doos of in de afgesloten kamer is er één welbepaalde toestand. Tafel links of rechts, kat leeft of is dood. Maar voor degene die buiten is aantoonbaar, maar dan moet hij bepaalde experimenten doen die niet direct met de dood of leven te maken hebben, is aantoonbaar dat er een superpositie binnen is. En daarbij hoort dat er niet één van die twee welbepaalde toestanden aanwezig is. Dus de wereld beschreven vanuit die externe waarneming is anders dan de wereld beschreven vanuit de interne waarneming. En dat is een heel merkwaardig iets waar sommige filosofen wel een gedachte waar sommige filosofen wel eerder mee gespeeld hebben. Maar dit is eigenlijk voor het eerst een echt concrete invulling
van het idee, ook gesteund door een wetenschappelijke theorie. En hier zien we dus een raakpunt met dat tweede, die tweede component in die activiteiten waar ik het net over had. Dus filosofie, dit raakt direct aan een eerbiedwaardige tak van filosofie, namelijk de metafysica. Diepste vragen over hoe de wereld in elkaar zit. En het klassieke beeld is gewoon de wereld. Ja, heeft een bepaalde natuur, dingen hebben bepaalde eigenschappen van zichzelf. En dat maakt niet, er is iets objectiefs. En perspectieven hebben alleen maar met subjectiviteit te maken. Natuurlijk in het subjectieve vlak zijn perspectieven altijd mogelijk. Maar hier wordt dus iets beweerd dat er ook objectief perspectief verschil kan zijn. En dat brengt mij dus tot mijn laatste voorbeeld. De wetenschapsfilosofische vragen die opgeroepen worden door die technische beschouwingen. Nou, ik heb al eerder die vraag aan de orde gesteld van wat is eigenlijk de aard van natuurwetenschappelijke theorie? En daar kun je twee diametraal tegenover elkaar gestelde posities over innemen. De ene is die van het realisme. Theorieën beschrijven de wereld zoals die is. En de andere is die van het instrumentalisme. Het is alleen maar een theorieën zijn alleen maar een soort van werktuigen die wij gebruiken om de wereld te beschrijven op het waarneembare niveau. Nou, in de moderne wetenschapsfilosofie is het realisme de dominante positie. En de meest gebruikte verdediging daarvan, die berust op het zogenaamde no miracle argument. Geen wonderen argumentatie. En die zegt van, nou kijk, we hebben die moderne theorieën. Die doen ontzettend nauwkeurige voorspellingen. Heeft u wel eens gelezen van die voorspelling in de hoge energiefysica met de 13 significante cijfers achter de komma en zo. En dat blijkt dan precies te kloppen als je dat experiment gaat doen. Hoe is dat mogelijk? Nou, het zou een wonder zijn als die voorspellingen zo goed uitkwamen. Als die theorieën, die dit allemaal voorspellen, als die niet een grip hebben op de werkelijkheid die erachter liggen. Ja, en wonderen willen we niet. In de wetenschap. Dus de conclusie is dan, van dat no-miracle argument, de conclusie is dan dat we aan moeten nemen dat onze theorieën waar of bij benadering waar zijn. Ook voor zover ze handelen over de niet waarneembare werkelijkheid. De laatste jaren ben ik in discussie met een aantal wetenschapsfilosofen nogal bezig met dit soort kwesties. En het lijkt me dat die beschouwingen vanuit de moderne natuurkunde in sommige gevallen nieuw licht werpen op discussies die vaak al heel oud zijn. En in het bijzonder zou ik zeggen dat de ontwikkeling in de moderne natuurkunde noodzaken dat voorzichtigheid, epistemische voorzichtigheid met betrekking tot waarheidsclaims over hoe de wereld in elkaar zit. En er zijn twee voornaamste, er zijn vele redenen, maar ik wil er twee redenen uitlichten, reden voor voorzichtigheid. En de eerste is, dat heb ik niet kunnen uitleggen nu vandaag, maar dat er heel veel interpretaties van de kwantummechanica zijn. Dus, en dat woord interpretatie in deze context betekent dat er heel veel verschillende wereldbeelden compatibel, verenigbaar zijn met de kwantummechanica. Die posities worden ook echt verdedigd en die verschillende interpretaties hebben elk hun eigen aanhangers die soms op slechte voet met elkaar staan. Die met veel overtuiging en veel vuur al kan er misschien niet bestrijden, maar toch argumenteren tegen elkaar. Dus er zijn heel verschillende wereldbeelden mogelijk bij de kwantummechanica. Die modale interpretatie is er dus één van met zijn perspectief. En blijkbaar, omdat ze de verschillende voorspellingen opleveren, is het niet mogelijk om op experimentele gronden een onderscheid te maken tussen die verschillende interpretaties. En dat is wel een bekend thema, dat is zelfs een heel bekend thema in de wetenschapsfilosofie, dat heet theoretische onderbepaaldheid. Dus de theorie is onderbepaald, of het beeld van de theorie oplevert is onderbepaald door de waarnemingen die je doet. Maar heel vaak wordt dat als een soort van academische luchtfietserij gezien, zonder dat er werkelijke voorbeelden in de wetenschap zelf zijn. Maar hier vinden we echt illustraties van die situatie. En dan dus dat is een reden tot voorzichtigheid om te zeggen van nou, de theorie geeft precies
weer hoe de wereld in elkaar zit. Want hoe dan? Hè? Welke interpretatie moet ik volgen? Ik ben er bijna door mijn verhaal. De reden tot voorzichtigheid 2 is dat klassieke realisme iets cumulatiefs of accumulatiefs in zich heeft. Het is het idee dat we eigenlijk al heel veel weten. Zelfs in de 19e eeuw wisten we al ontzettend veel. Hè? Kip elektron, maar zeker aan het begin van de 20e eeuw al algemeen gangbaar in de natuurkunde. En wat doet nou de wetenschap in het vervolg? Die voegt steeds nieuwe details toe aan kennis die we al hebben. En dus is onze kennis een soort van uitdijende berg van feiten, hè, van dingen die we kunnen weten over de wereld. Dus het is een geleidelijke toegang. En ik denk dat dit beeld toch erg onderschat, door deze opvatting, erg onderschat wat een enorme conceptuele veranderingen er aan de orde zijn in de moderne natuurkunde. Conceptuele veranderingen die gaan steeds door. Hè. Ik spreek nu over de kwantummechanica, maar die is eigenlijk al 100 jaar oud. En op dit moment gebeuren er ook weer dingen die de zaak nog weer verder op zijn kop zetten. Dus ik heb al genoemd dat die perspectiefafhankelijkheid. Maar zelfs heel eenvoudige dingen. Het begrip object zelf, dus een ding dat eigenschap heeft en dat je in ieder geval enige tijd in de tijd, een korte periode in de tijd kunt volgen. Hè? De identiteit van zichzelf heeft. Dat staat ter discussie in de kwantummechanica. En dat zelfs in die kwantummechanica van 100 jaar geleden al. En dus het idee dat we steeds meer leren van het elektron, zoals Lorentz dat al kende, dat komt toch wel een beetje op losse schroeven te staan. Dus ik kom tot mijn afsluiting. En die is dat de moderne natuurkunde ons eigenlijk leert dat de begrippen waarmee we dagelijks werken en waar we een heel veel waarde aan toekennen, het begrip object, daar één van, die hebben eigenlijk maar een provinciaals karakter. Die zijn eigenlijk alleen maar pragmatisch. Die hebben pragmatische waarden in een heel klein gebied van toepassing. Het is een groot gebied voor ons, omdat onze zintuigen en ons dagelijks leven daarop gefocust is. Maar vanuit het grotere perspectief van de natuurwetenschap is het een heel klein gebiedje binnen het grote geheel. En dat grotere geheel voldoet aan heel andere regels. En het is een fantastische uitdaging om daar meer over te weten te komen. En we moeten ons dus realiseren dat een zekere skepsis geboden is met betrekking tot onze dagelijkse ervaring. Ik wil het daarbij laten. En nogmaals, de jury en alle anderen die bijgedragen hebben aan mijn succes. van harte bedanken. Dennis, dankjewel. Food for thought, zou ik zeggen. En terwijl wij herkauwen en kauwen op wat je ons net vertelde, wil ik aan Floris vragen om jouw verhaal te vertellen. De uitdrukking oeuvreprijs kent twee bestanddelen, oeuvre en prijs. En over beide ga ik het de komende tegen de 20 minuten hebben. Prijs eerst. Als ik in mijn prijzenkast rondsnuffel, kom ik er heel wat tegen. Om te beginnen, daar bent u zelf getuige van geweest, dat is buitengewoon recent, deze Langehuizenprijs met een prachtig, ik kan rustig zeggen, vleiend juryrapport waar ik ontzettend blij mee ben. Ik noem vervolgens de drie fellowships die mij in de loop van mijn wetenschappelijke leven zijn toegekend. De voor mij allerbelangrijkste is mijn jaar op het NIAS geweest, het Netherlands Institute for Advanced Study, nu in hartje Amsterdam, maar toen fijn aan de duinenrand van Wassenaar gelegen. Het was 1979 en ik werkte al enkele jaren op wat later het Museum Boerhaven is gaan heten. Te midden van voor de helft Nederlandse, voor de helft buitenlandse fellows met veel omvangrijker cv's dan het mijne, voelde ik me daar het jong maatje dat ik inderdaad was. Je kon er, dat was en is er de bedoeling, in alle rust denken en schrijven. Je woonde leerzame colloquia bij. Je zat elke door de weekse lunch met nu dit dan dat viertal medefellows aan tafel. En ik heb er mijn eerste Engelstalige boek geschreven. U hoorde er al iets van, ik zeg straks nog iets meer over.
Het academische zelfvertrouwen dat ik al van huis uit geheel gratis mee heb gekregen, is daar op heel welkome wijze versterkt, naarmate mij duidelijker werd dat ik als jong maatje mee kon met juist die fellows die ik geneigd was wetenschappelijk het hoogst aan te slaan. Maar ook de 4 maanden midden jaren 80 op het Wilson Center in Washington D.C. en het halve jaar begin jaren 90 op het Dibner Institute in Cambridge, Massachusetts, zijn echte prijzen voor me geweest. Omdat ze me beide het vrij af en de stimulerende omgeving hebben bezorgd om de grondslag te leggen voor elk weer een volgend boek van me. Waarover eveneens straks iets meer. Onder mijn prijzen tel ik beslist ook een aantal hechte vriendschappen. Allereerst met een 5-tal van mijn eigen generatie. Pieter Jan, die in het buitenland zit. Jos, die er niet bij kon zijn. George. Ha, George. We kennen elkaar zo door en door en zijn toch al 60 jaar lang vrienden door dik en dun. PJ en ik zelfs nog 6 gedeelde gymnasiumjaren langer. Ik denk dan tegelijk terug aan Hans en aan Nora. Ik mis ze nog geregeld. Ook zij houden hun plaats in mijn prijzenkast. Maar er hebben zich ook, en dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden, enkele hechte vriendschappen gevormd dwars door de generaties heen. Daarbij denk ik de ene kant op aan Rob Wenthold. Hij is al 14 jaar en 15 dagen niet meer onder ons. Onze vriendschap begon midden jaren 80 iets wat bij toeval. Ik was toen nog net geen 40, hij al over de 60. Aan hem heb ik, naast de geregelde vriendschappelijke omgang, voor de voortgang van mijn intellectuele vorming onwaarschijnlijk veel te danken. Aan hem ook dank ik het grootste wetenschappelijke compliment dat ik ooit heb mogen incasseren. Aan een Britse vriend van hem schreef hij over me, en ik vond dat ik dat zelf dan ook maar moest weten: "Although he is a professor, he has kept an open mind." Mijn prijzenkast staat er nog altijd bij te stralen. Maar ook de andere kant op zijn vriendschappen ontstaan. Met personen dus die, toen ik al de doktershoed droeg, nog met poppen of met Lego speelden, of zelfs dat stadium nog niet hadden bereikt. Ook hen heb ik min of meer bij toeval leren kennen. 2 van hen zitten hier nu schuin tegenover me. Ik vind het heel bijzonder dat jullie, met jullie zo uitermate druk bezette academische en andere agenda's, zoveel prijs blijken te stellen op een soms zelfs iets wat ordelijk verlopende wisseling van academische en andere gedachten met deze oudgediende op onze min of meer ritueel vastliggende zit dan wel wandelplekken. Rens, Juliette, jullie weten wel hoezeer ik onze geregelde uitwisseling op prijs stel. Ja, ook jullie vriendschap beschouw ik als een prijs. Dat zelfs ver boven de 70 nog nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan, blijkt wel uit de recente vorming, niet op mijn initiatief, maar wel meteen met mijn hartelijke instemming, van een clubje van 3, al gauw 4, dat ik graag als ons geheim, let wel geheim, excellent Culemborgs genootschap mag aanduiden. Wat van tijd tot tijd ook nog heel onverwacht mijn prijzenkast binnenvalt, zijn ontmoetingen met sommige oud-studenten. Soms herken ik ze, soms niet. Maar of ze nu in de tussentijd museumdirectrice zijn geworden, of rector magnificus, of wat dan ook. Het doet me zoveel goed om onverhoeds te horen te krijgen dat het een en ander van wat je decennia geleden in de Twentse of Utrechtse collegezaal hebt staan of zitten verkondigen, hun is bijgebleven. En dat ze er wat aan gehad hebben. Om kort te gaan, zelfs zonder, maar zeker nu met Pieter Langerhuizen, heb ik over mijn prijzenkast bepaald niet te klagen. En nu dan over dat oeuvre van me. 1. Het vertoont een zekere mate van innerlijke samenhang. 2. Het is wat mij betreft bepaald nog niet afgesloten. Met deze beide kanten van dat oeuvre ga ik u nu verder bezighouden. Allereerst neem ik u mee naar het jaar 1967. En wel naar een Leidse studentenkamer van 3 bij 3 meter, door studentenhuisvesting verhuurd aan raison van 250 gulden per maand. De calculator op de website van het CBS denkt, maar ik betwijfel, dat dat nu €1629,42 zou zijn. In die kamer op de 4e verdieping van Klikspaanweg 38 zit een student te blokken op het grote literatuurtentamen Algemene Geschiedenis. Om vervolgens een uur lang mondeling door de professor te worden doorgezaagd. De kern van de leerstof is een handboek dat er naar de namen van de 2 auteurs als Palmer en Calton te boek staat. En dat als titel draagt A History of the Modern World. Enerzijds lieten die toen nog maar 900 bladzijden zich best goed leren.
Gebeurtenissen en ontwikkelingen die zich tussen 1500 en 1950 afspeelden in Europa en in toenemende mate ook Noord-Amerika, de rest van de wereld deed behalve als kolonie maar heel beperkt mee, werden helder, overzichtelijk en met een ordelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken uiteengezet. Anderzijds gingen daar op de Kliksmaanweg twee onderdelen van het boek me meer en meer dwars zitten. Ik mocht dan aan het eind gekomen een heel behoorlijk idee hebben gekregen van hoe vanuit Europa de wereld geleidelijk aan zo herkenbaar modern was geworden. Alleen de vraag waardoor dat heeft kunnen gebeuren werd gesteld nog beantwoord. Het ging in de westerse wereld eenvoudigweg zoals het ging. En als je nou maar adequaat op daarover gestelde vragen antwoord wist te geven, kon het met je tentamen moeilijk mee misgaan. Dat deed het dan ook niet. Intussen, in het hart van het boek zat, vond ik, een gat. Preciezer uitgedrukt, een verklaringsgat. Hier kwam nog wat bij. Het zevende van Palmer en Colton's 22 hoofdstukken droeg de titel The Scientific View of the World. En daarvan waren 14 bladzijden gewijd in heel algemene termen zonder een spoortje wiskunde of ook maar één relaas van een feitelijk ondernomen experiment aan de destijds nog recente notie van de wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw. Aan die revolutionaire episode van Galilei en Kepler tot Newton werd dus minder dan 1,5% van het hele boek besteed. Maar wat me bovenal opviel, dat halve hoofdstuk stond volstrekt los van de hele rest. In met name de beschreven politieke en sociaal-economische ontwikkelingen door de eeuwen heen viel nog wel een zekere continuïteit en innerlijke logica te ontwaren. Maar in het boek als geheel bezien bleef die moderne wetenschap en vooral ook de revolutionaire opkomst ervan een volstrekte Einzelgänger. Hoe dat kwam, dat juist deze twee aspecten van op zichzelf wel degelijk een van de betere handboeken, maar als een graat in de derdejaars keel bleven steken, dat had er zeker mee te maken dat ik al wat eerder op de planken van mijn vaders bibliotheek E.J. Dijksterhuis boek De Mechanisering van het Wereldbeeld uit 1950 tegen was gekomen. Daarvan had ik opgestoken dat we met het ontstaan van de moderne en volgens Dijksterhuis meest slepende betoog vooral wiskundig georiënteerde natuurwetenschap met een buitengewoon ingrijpende, buitengewone gebeurtenis te maken hadden waar je je echt niet in 14 van al het overige losstaande bladzijden van af kon maken in een boek dat toch pretendeerde zijn lezers te vertellen hoe Europa en daarna de wereld modern was geworden. Zo, maar dan een flink stuk vager, heb ik dat als derdejaarsstudent aangevoeld. De slotsom die ik heb getrokken na het halen van dat tentamen algemene geschiedenis en in feite na mijn afstuderen, promotie en afronding van nog een tweede boek over weer heel wat anders, die slotsom was dat ik me tot historicus van de natuurwetenschappen wou om of althans bijscholen en dat ik hoopte dan nader te kunnen gaan uitzoeken hoe die moderne natuurwetenschap in haar hoedanigheid van onmisbare mede-teweegbrenger van onze moderne wereld tot stand heeft kunnen komen. Dat specifieke project heb ik in 3 fasen doorlopen en in 2010 afgerond. En wel langs de lijn die ik nu ga schetsen, al klinkt het dan allemaal wel veel ordelijker dan het was. De talrijke elementen van je reinste toeval heb ik er kortheidshalve uit weggezuiverd. Mijn eerste kans kwam in 1979 met het NIAS Fellowship. Daar kon ik kennis gaan maken, rechtstreeks uit hun werk, met hoofdpersonen als Kepler, Galilei, Descartes en Huygens, voor zover dat werk van hen ging, over in hun tijd standaard in het academisch pakket opgenomen, maar tegenwoordig heel uithuizig klinkende thematiek, die van de kwantitatieve muziektheorie. De opbrengst van het jaar kreeg als titel Quantifying Music, The Science of Music at the First Stage of the Scientific Revolution. We zitten nu in 1984. Vervolgens wilde ik nagaan wat eerdere historici zoal aan leerzaams over die wetenschappelijke revolutie te beweren hadden gehad. Dat was heel wat, maar in kaart gebracht en geanalyseerd en onderling vergeleken was het niet. Dus besloot ik dan maar zelf een 60-tal mij interessant en belangrijk voorkomende, vaak ook invloedrijke visies op dat onderwerp, stelselmatig te gaan onderzoeken en vooral ook met elkaar te vergelijken. Dat werd, in 1994, de Scientific Revolution Historiographical Inquiry. En toen was het dan wel tijd geworden om mijn eigen visie, die allengs vorm aan was gaan nemen, stelselmatig uit te gaan werken. Weer 14 jaar later verscheen How Modern Science Came Into the World, 4 Civilizations, 1 17th Century Breakthrough. Daarin legde ik in 800 bladzijden uit hoe volgens mij dan de moderne natuurwetenschap is ontstaan. Hoe dat zo heeft kunnen gebeuren en waarom juist in Europa en niet in een van de andere grote beschavingen. Met name niet in de Chinese of de islambeschaving.
Intussen was ik een erg leuk meisje het hof gaan maken. Dat ik na enkele hofmaakmaanden de verlovingsring in de maag wist te splitsen die zij nog altijd draagt. Dat meisje zit op de eerste rij en ze heet Marita. En zij verzekerde me met haar soms eigen nadruk dat ze dat dikke boek van me niet ging lezen. Schrijf jij maar, droeg ze me op, een voor buitenstaanders beter toegankelijke, verkorte versie ervan op in onze moerstaal. De uitgeverij is Prometheus en de titel luidt De herschepping van de wereld. Zo is het gegaan en ze heeft het boek in wording meegelezen en hoofdstuk voor hoofdstuk, zoals we dat wederzijds zijn blijven doen, van nuttig commentaar voorzien. Ongetwijfeld mede daardoor heeft dat de Eureka-prijs voor wetenschapscommunicatie verworven. Er is daarna nog menig boek van me verschenen bij diezelfde uitgeverij, voor een overeenkomstig publiek in hetzelfde, mij in zijn niet kapot verengelste gedaante zo dierbare taal eigen. Die boeken waren niet meer, zoals die vereerdere, directe uitvloeisels van dat derdejaars studentenprobleem van me. Nee, meer en meer sloeg ik, bij mijn volle verstand hoor, niks hoefde, zijpaden van dat hoofdpad in. De opgave die ik me een kwart eeuw eerder gesteld had, het doorzien dus van het ontstaan van de moderne natuurwetenschap en waarom dan juist in Europa, die opgave had ik immers tot althans eigen tevredenheid afgesloten. Maar al zijpaden en zijpaden van die zijpaden bewandelend, waaronder ook nog een vijfjarig voltijds redacteurschap, merkte ik bij alle plezier dat al die activiteiten me gaven, dat er toch iets bleef knagen. En zo brak de tijd aan om de wording van onze moderne wereld, maar nu dan wel onder volledig mee in rekening brengen van het ontstaan van de moderne natuurwetenschap, dus datgene wat me op Kliksmanweg 38 op een oppervlak van 9 vierkante meter in alle vaagheid voor ogen was gaan zweven, om dat pittige vraagstuk nu dan toch in zijn volle omvang aan te gaan vatten. De werktitel, die bestens de definitieve zou kunnen worden, luidt How Our World Has Become Modern, A Threefold Revolution. Ja, ik schrijf nu weer in eerste instantie in het Engels. Het voorplat gaat er, als het aan mij ligt, zo uitzien. Juist, als zo uitzien. Het motto bij het inleidende hoofdstuk stamt uit een brief door de schilder op dezelfde dag in hetzelfde prachtige en vorig jaar door Marita en mij bezochte dorpje geschreven aan zijn zuster Wil van Gogh. En die zinsnede luidt als volgt. De ces jours-ci, je travaille beaucoup et vite. Ainsi faisant, je cherche à exprimer le passage désespérément rapide des choses dans la vie moderne. Deze dagen werk ik veel en snel. Zodoende tracht ik het wanhopig snelle verloop der dingen in het moderne leven tot uitdrukking te brengen. En dat inleidende hoofdstuk dat opent zo. The world we live in is a thoroughly modern world. It differs utterly from the world that, from the earliest days of our species onward, all human beings have been inhabiting until some 2 centuries ago. A great deal of backbone-breaking manual labor has been replaced, or at least made a great deal easier, by machinery operating ever more on its own. Most lives have become vastly healthier, and indeed much longer. Real understanding of the nature and operations of the world surrounding us, from its minutest constituents to the state of the universe itself, has taken over from at times very daring and ingenious, yet in the end mistaken ideas about how the natural world hangs together. The recognition and legally sustained application of universal human rights has in many regions of the world come to replace traditional views, practices, and decisions about such human fundamentals as life and death, or the right to live our own lives and to speak our own minds. To mention just a few of the most incisive changes that distinguish our modern way of life so drastically from that of our forebears, not even 10 generations back. In our everyday lives, we may well take all this for granted, as if to live in this way were just the naturally given human condition. But it is not, and one good way to become aware of how extraordinary modern life really is to ask how it has come about, and to ask when and where, and to ask why. It is these questions to which this book provides answers. Dat was dan een stukje van bladzij 1. Ik zit inmiddels op bladzij 85, hopelijk niet al te ver meer van het midden verwijderd.
Tot zover over dat oeuvre van me. Dan nu toch nog even terug naar het bestanddeel prijs. Bovenop wat en wie ik in het begin al aanduidde als prijkend in mijn prijzenkast, voeg ik er nog vier aan toe. Het langst van allen die nog onder ons zijn, houdt zich daar mijn broer Job op. We kennen elkaar al ruim 76 jaar. Ik erken dat aanvankelijk de zin van zijn komst niet speciaal tot me door wou dringen, maar dat is betrekkelijk gauw daarna toch wel helemaal goed gekomen. Als je sowieso geen zus en maar één broer hebt in een ook overigens niet bijzonder omvangrijke familie, is het erg prettig om op je eigen bijna 78ste nog altijd een broer te hebben. Hij zit hier in de zaal. Misschien hebt u hem zelfs herkend. En ook nog eens op uitstekende voet met hem te staan. Dan is er het tweetal dat ik, al zijn ze respectievelijk 44 en 30, graag als mijn kindertjes mag aanduiden. Ze zijn, niet onverwacht, verantwoordelijke leden van de samenleving geworden. Ik beleef al 44 respectievelijk 30 jaar heel veel plezier aan ze. We zien elkaar met hun bijbehorenden geregeld. Ze zijn heel hardwerkende Nederlanders geworden en het is fijn dat, terwijl David, de jongste van beiden, vandaag inderdaad verhinderd is, de oudste Esther hier aanwezig kan zijn. Waar ben je gebleven, Esther? Nou, daar zit ze. Ja. En dan is er ook nog dat meisje dat ik in ander verband al even noemde. Het is heerlijk een trouwe geliefde te hebben en al helemaal wanneer die geliefde tegelijkertijd je beste kameraad is. Kortom, die prijzenkast van me, die kon ook zonder Pieter Langerhuizen al niet meer stuk. Er wordt straks, naar ik begrepen heb, geen champagne gevierd. Denk erop, dit is voor Pieter Langerhuizen. Dankjewel, Floris, en ook Dennis en Robert voor jullie toelichtingen. En ik denk dat jullie aan alle aanwezigen hier en ook op de livestream hebben kunnen aantonen dat jullie zeer waardige ontvangers van deze prijzen zijn. Ik wil graag deze sessie hier afsluiten en iedereen uitnodigen om nog wat te drinken en ook een broodje te nuttigen. En dat doen we in de bibliotheekkamer. Dat is als u weer naar buiten loopt aan de linkerkant. Dus dat is de andere zaal van waar u toen straks koffie dronk. Dus daar nodig ik u allen van harte voor uit, zodat u ook de prijswinnaars persoonlijk kunt feliciteren onder het genot van een drankje en een hapje. Een hele fijne dag nog. En dank voor uw komst. APPLAUS